Maandag 22 november, jongen. Sasa weer bij Doro 25 november. Dan pakken we weer Doro Kers. Dan weer Doro Oriari. Dan Jarek Bagwe. Zo, er is het tijd geworden voor Surinamers overal. De editie op deze maandag van 22 november. En dan gaan we contact maken met onze gast vandaag in Surinamers overal. En onze gast, dan gaan wij naar de Noordzee. We gaan naar Amsterdam. Even kijken als ze ready is. Ik neem aan dat ze ready is, ja. Wij maken contact met Jelisa. Jelisa. De gast vandaag in Surinamers overal. We hebben Jelisa aan de lijn. Jelisa, goedemiddag, goedenavond of goedemiddag bij jou, hè? Ja, goedemiddag is het nog. Goedemiddag, goedemiddag. Mooi zo. Jelisa, is lekker thuis op dit moment of ben je op het werk? Nee, ik ben op het werk. Ik ben onderweg. Oh, oké. Okay. Dan gaan we even moeten onderbreken, hoor. Nee, maar jij natuurlijk. Ik sta netjes aan de kant, hoor. Oh, ik sta netjes aan de kant. Gelukkig, gelukkig. Jelisa is vroedvrouw, verloskundige. Ja, klopt. Heb ik dat juist? Dat betekent, je hebt zoveel mensen ter wereld kunnen helpen. Zeker, zeker. Of je hebt geholpen? Ik moet zeggen, als klein meisje wilde ik altijd al vroedvrouw worden. En uiteindelijk ben ik mijn dromen nagegaan en ben ik verloskundige. Ja, als klein meisje wilde je altijd vroedvrouw worden. Maar gewoon zo. Dan dacht je van, ik wil vroedvrouw worden. Maar in Nederland had je op televisie een programma bevalverhalen. Mm-hmm. En daar keek ik eigenlijk naar. En dat heeft me niet afgestrikt als kind. Ja. Maar het heeft me juist nieuwsgierig gemaakt. Het heeft je nieuwsgierig gemaakt. En je dacht van, hey, ik zou graag in de schoenen van deze mevrouw willen staan. En, ja, inderdaad. Vooral hoe ze ermee omging. En ook het feit dat ze nieuw leven op de wereld bracht. Hè? Ja, ja, ja. Ja. En heb je toen in je jeugd, in je kinderjaren, heb je dus vroedvrouwtje gespeeld? Dat niet. Ik doe dat helemaal bij de kijken. Ja, ja, ja. Nou, Jelisa, ben je in Suriname geboren? Ben je in Nederland geboren? Waar ben je precies geboren? Ik ben in Nederland geboren, maar mijn ouders zijn wel van Suriname tot vandaag. Ze zijn heel vroeg vertrokken naar Nederland. Waar in de jaren... Sorry? Hoe lang terug zijn ze vertrokken naar Nederland? Jaren 70, 75, 80? Ja, jaren 70. De jaren 70. 70 zijn ze vertrokken naar Nederland. En toen hebben ze dus die onafhankelijkheid van Suriname in Nederland meegemaakt. Neem ik aan. Ja, klopt. Ja. En toen was Jelisa al geboren? Nee, zeker niet. Jelisa is van 88. Ja, Jelisa is van 88. Van jaren nadien. Ja, jaren nadien. Maar heb je dus een activiteit rond 25 november, rond onafhankelijkheid van Suriname in Nederland, mogen bijwonen? Nog één keer vraag. Heb je activiteiten rond 25 november, rond onafhankelijkheidsdag, activiteiten daar in Nederland mogen bijwonen? Mm-hmm. En ik sta er ook elk jaar bij stil. Elk jaar sta je erbij stil. Zeker, dat hoort erbij toch? Ja, ja, ja. Een stukje toe. Mooi zo. Oké, om even terug te komen naar jouw profession, jouw baan, jouw corbis. Verloskundige. Hoe ziet de dag van een verloskundige eruit, Jelisa? Nou, ik moet zeggen dat ik wel een van de bezige bijtjes ben. Want ik heb, naast dat ik in het ziekenhuis werk als verloskundige, ja, heb ik ook mijn eigen praktijk opgericht in Nederland. Wauw. En er zit toch wel een groot verschil in het ziekenhuis werken en het hebben van een praktijk. Ja. Hoe doe je dat? Hoe kan dat? Hoe geschiet dat? Vertel me even. Het is mijn passie. Dus dan heb ik sowieso wel meer drijfkracht, zeg maar, om een dag door te komen. Mm-hmm. Daarnaast heb ik geen partner, geen kinderen. Dus dan blijft er sowieso wat met meer vrije tijd over. Oké. Okay. Als ik in het ziekenhuis aan het werk ben, heb ik wel een samenwerking met een andere verloskundige die voor mij op wacht staat. Mm-hmm. En zodra ik eigenlijk laat bij het ziekenhuis, neem ik het tot weer over en dan ga ik verder met de praktijk.
Oké, op die manier. Oké. Je hebt zelf van jezelf geen kinderen, maar je hebt zoveel kinderen ter wereld helpen brengen. Ja, nou, ik zeg altijd even wat jullie dat zijn aanmelden. Ja. Niet omdat ik geen kinderen heb, is de begeleiding minder. Is de begeleiding gewoon minder. Want eigenlijk uit ervaring van alle vrouwen die ze zijn naar de slecht worden gaan, heb je toch wel je ervaring opgebouwd. Ja, ja. Oké. En hoe gaat het zo'n beetje in zijn werking, daar verloskundige zijn in Nederland? Hoe gaat dat? Het is eigenlijk zo dat de dames zich vrij zijn om zich aan te melden bij een verloskundige praktijk. En dan nemen ze eigenlijk mee van de eerste bloedafname, de eerste echo tot aan de bevalling. Dan komen ze aan de hand van hun termijn op controles tussendoor. En jij als verloskundige gaat dan even van, heeft zo'n dame medisch hulp nodig nog tijdens de zwangerschap? Of is dat zeg maar, mag jij als verloskundige in de praktijk het allemaal nog afronden? Ja. Net zoals je eigenlijk inschat als een vrouw in het ziekenhuis bevalt of als ze thuis kan bevallen als een natuurlijk is. Ja. Oké. Het is een mooi werk neem ik aan, hè, verloskundige. Je vindt het zelf een mooi werk. Je hebt je praktijk en je praktijk. Ja, Je hebt de praktijk en de praktijk. Ja, ik zie hier dat je praktijk heet Tree of Life. Verloskundige praktijk Tree of Life. Boom van leven. Ja, nou, ik moet zeggen dat mijn zus de naam heeft bedacht. We waren een beetje aan het brainstormen van wat voor naam zouden de praktijk geven. Ja. En zij kwam met een naam. En eigenlijk als ik zie hoe mijn praktijk groeit in korte tijd, is het echt een gepaste naam, want het blijft maar groeien en groter worden. Dus de juiste naam. Ik zou zeggen, Nederlandse die uit Surinaamse ouders is geboren, zou je wel eens zeggen van, ik wil even mijn krachten ook een beetje gaan geven aan Suriname, wat verloskunde betreft. Ik heb een stage gedaan in het Frans Festival. En daar heb ik het vak ook echt geleerd. Dus ik ben de mensen, met name de verlosafdeling van het Frans Festival, echt heel erg dankbaar. Oké. Voordat ik ze. Sorry? Ik zei oké, dus dat wil zeggen dat je toch nog iets Surinaams hebt meegenomen in je werk. Zeker weten. En als ik zeg maar voor corona ging ik jaarlijks dan terug naar Suriname, dan ging ik altijd wel een beetje nog vrijwilligerswerk doen in het Slans Hospitaal. Ja. Maar dat is zeg maar echt gewoon om een dankbaarheid te worden. En dan voornamelijk omdat ik het wel echt enorm naar Suriname gaat. Ja. Krijg je wel veel Surinamers op je praktijk, je verloskundige praktijk? Helaas nog geen Surinamer. Helaas nog geen Surinamer. Maar wel twee dames uit Ghana die het niet verstoppen. Ja. Oké. En toen zij hoorden van jou, nou, deze vrouw heeft eigenlijk Surinaamse roots. Was het anders? Want je hebt toch nog die Sranaviri meegenomen uit Slans Hospitaal. Ja hoor. Wat de mensen meestal zeggen is van, wat de verhalen die ze kennen uit Suriname is dat ze wat streng zijn en alles. En dat hoor ik soms nog wel terug van, je bent streng. Maar het is niet streng, het is rechtvaardig. Toch? Je gaat geen sprookjes vertellen over iets wat eigenlijk gewoon heel fijn uiteindelijk gaat zijn. Je bent wel eerlijk. Ja. Soms kunnen mensen ook wel streng ervaren. Ja. Nou, oké. De Surinamers, overal, dat betekent dat de mensen in Nederland je ook kunnen volgen. Ik krijg van mij toch een paar minuutjes om een beetje reclame te maken over de verloskundige praktijk, Jelisa. Natuurlijk ook een boodschap, mag je het gelijk daaraan koppelen, aan Surinamers in Suriname en de mensen in diaspora, overal. Ga je gang. Volg jullie de Facebookpagina van Verloskundige Praktijk Tree of Life. En ik hoop dat er vooral in Nederland meer Surinaamse dames opstaan om het vak verloskundige te gaan uitoefenen. Zodat we allemaal onze krachten kunnen bundelen en dit mooie beroep voornamelijk ook kunnen overbrengen naar onze eigen mensen.
En los van dat ik reclame wil maken, wil ik nogmaals het team van het hospitaal bedanken. Ja. Voor alle inzet en kennis die ze mij hebben bijgeleerd. En dat heb ik ook. Zijn er nog een paar namen vers in het geheugen van zusters daar in het landshospitaal? Zuster Van Wijs, zuster Pendel, broeder Dapparo en broeder Jongeman. Die hebben voornamelijk heel veel indruk op mij gemaakt. Ja. Die in het bijzonder. Ja. Mooi zo. Nou, Jelisa, ik vond het fijn je te hebben. Even praten met een verloskundige. Tree of Life, dat is jouw praktijk. Ik wens je heel veel succes daarmee. En ook met je werkzaamheden, ook in het ziekenhuis. Dank je wel, dank je wel. Je gaat nu naar het ziekenhuis. En jullie bedankt voor jullie tijd. Ja. Ben je nu onderweg naar het ziekenhuis of ben je nu onderweg naar huis? Nee, ik ben nu onderweg naar de controle. Oh, nog naar de controle. Oké. Succes daarmee. Ja. Dank u wel. En hopelijk mag je dus 3 of 4 kindjes vandaag ter wereld helpen. Ik hoop het ook. Oké, Jelisa, succes. Dank u wel. Fijne uitzending. Dag. Ja, dank je wel. Met genoegen had ik er aan de lijn. Jelisa, Milan. En ze heeft haar eigen verlossing.